1987, het jaar van de oprichting, 23 oktober 1987, gingen naar de notaris mevrouw Vrugink Bosman, mevrouw Stegeman, mevrouw Te Borg, Henk Koopman, Herman Koopman en Jan Smalen. En die ondertekende daar de oprichtingsakte van de Autokamer, Holten. En van die mensen die ik hier net noemde, daar zijn hier twee van aanwezig. En die zou ik willen uitnodigen om het bordje erop te schroeven. Ja. En misschien wil de heer Woltering daarbij helpen. Ja, maar dat gaat niet zo stabiel. Hier zo. Ja. Aan deze kant. Kijk, hebben ze me toch nog aan het werk gekregen. Ja, ja. Klus geklaard. Mooi. Mooi. Dus het is donker.